Goedendag, hier zijn we weer met een nieuwe vlog van het SIOS uit Goes. Het schijnt vandaag dat er heel veel kleuters naar het SIOS komen, wel een paar honderd. Er verschijnen ook allerlei bussen. Hier zit er ook bijvoorbeeld één voor. Ik denk een bus vol met kleuters. En we gaan eens even kijken wat ze gaan doen. Dat wordt allemaal georganiseerd door leerlingen van ons. En ik ben benieuwd. Even kijken. High five. Goed zo, high five. Goed zo. Ook high five. Goed zo. Goed zo, high five. Ja, maar ik wil even jou weten wat voor dag dit is vandaag. Dit is de Giga Kangaroo dag. Ja, met allemaal. Met allemaal klein, de komende eerste al aan. Kleine kabouters. Er zijn 300 kleuters vandaag. 300? Ja. En de dansdames gaan en meneer gaan de dag openen. Ja. En daarna gaan ze met twee eerstejaars SIOS-klassen gaan ze lekker spelletjes doen in de hal. Oh, leuk. Is dat niet leuk? Ik zag Rokba in het zwembad verdwijnen. In het zwembad? Nee. Oh, nee, die hebben zwemles. Nee, dat is een andere groep. Geen kangoeroes kunnen niet zwemmen. Want ik ga deze kant over. Heb je ervaring met kleuters? Nee. Oh, dat wordt wel spannend voor jullie dan. Ja, ja. Ja, jij wel ervaring met kleuters? Niet zoveel. Niet zoveel? Ik vraag mij af, hè. Hoe krijgen jullie al die kleine kabouters zo netjes in de rij? Daar hebben wij voor gestudeerd. Ik probeer het wel eens met de SIOS, hè, maar... Hele lelijke, lange tijd geleden. Dat is gewoon puur intimidatie. Mooi, hè? Ja, en allemaal dansen! Allemaal de handjes in de lucht! Ja! Allemaal de handjes in de lucht! Ja! Handjes in de lucht! Ja, de handjes in de lucht! Goed zo! Nog een keer! Zo, zijn jullie je eigen t-shirt aan het maken? Dat is cool. Is dit leuk? Of is dit niet leuk? Ja, wel leuk. Ja, het is dus een groot feest. Ongeveer 300 kleuters uit groep 1 en 2 van de basisschool. Die zijn hier lekker aan het spelen. En een van de hoofdorganisatoren, ik loop even naar achteren toe, ja, is in samenwerking met alle sportklassen in Goes.
is van Togo. En de mevrouw die dat organiseert, die hebben jullie net al gezien in de video.